bijzondere avond in het Gelredome. De traditionele airborne wedstrijd. Eerbetoon aan de veteranen die tijdens de slag om Arnhem in 1944 vochten. En een belangrijke wedstrijd voor deze twee ploegen, voor Vitesse en Volendam. Allebei pas één keer gewonnen. Volendam won alleen van Twente. Vitesse alleen van Groningen, staan allebei op 4 punten. Vitesse 14e, Volendam 16e. 18 veteranen die tijdens operatie Market Garden hebben gevochten zijn ook daadwerkelijk aanwezig. De vraag was vooraf, hoeveel houdt zo'n spelersgroep zich hiermee bezig? Nou ja, er staan natuurlijk wel gewoon twee Polen in de basisopstelling bij Vitesse. En het waren een slot van rekening met name Poolse en Britse militairen. U ziet de opstelling van Vitesse, die is exact hetzelfde als in de wedstrijd tegen Utrecht. Met opnieuw Bartosz Bialek in de spits. En Kozlowski op het middenveld, dat zijn die twee Polen waar ik het over had. Voor Thomas Letsch is het zijn 100ste wedstrijd op de bank bij Vitesse. Zijn 101ste wedstrijd onder zijn leiding. Hij miste er eentje, dat was de Airborne wedstrijd 2 jaar geleden. En aan die van vorig jaar heeft Vitesse ook geen fijne herinneringen. In ieder geval niet op sportief gebied, want die werd dik verloren van Twente. Ook Volendam, geen wijzigingen ten opzichte van de laatste wedstrijd. Die 3-2 thuisnederlaag tegen Go Ahead. Mayamba, opnieuw centraal achterin met Benamar, vlak daarvoor Mirani. Van Michem en Ulcik voorin op de flanken en in de spits Robert Muren. Een minuut applaus als eerbetoon, ook namens de meegereisde Volendam supporters. Bialek is er vandoor. En niet langs Stankovic. Die daar behoorlijk last van heeft, van die ingreep, de keeper van Volendam. Het was een uitstekende ingreep van die keeper. Van Michem. En daar de kans, de dubbele kans. Eerst Oristanio en daarna Mayamba. Van Mirani, Ulcik, Muren, goede combinatie. Dan gaat Ulcik naar de grond en zegt Blank, niks aan de hand. Hij heeft in ieder geval niet de bal, Witek. Weer slordig en weer komt er een kans aan voor Volendam. Muren nu, Muren en Scherpen. En dan gaat hij er alsnog in. Heeft Muren pijn. Weet niemand eigenlijk precies hoe die bal nou uiteindelijk het doel in ging. Maar staat Volendam met 1-0 voor. In eerste instantie Scherpen. En dan de rebound. Marcus zit daarbij. Muren raakt hem misschien ook nog wel. Ja, Muren de doelpuntenmaker. Dat hebben we nu vastgesteld. Ondertussen Vitesse. Met Marcus nu aan de andere kant. Ja, geen onaardige poging. Met een ongelukkige rol bij die tegengoal zojuist, Karl-Heinz Arcus. En dwingt hier Stankovic tot een redding. Eiting, Muren. Volgende kans voor Volendam. Aan de linkerkant voor Vitesse met Witek. Witek hard en net voor het doel langs. En ook net voor Bialek langs.
Van heel ver. Oh, wat een schot. En weer Stankovic. Op die poeier van Tronstad. Geweldige redding, want ik denk echt dat hij er met zijn vingertoppen nog aan zit. Dat is een mooie beweging van Kozlowski. Die is weg bij Mirani en daar is de goal. Bartosz Bialek. Heel snel naar rust. Een volledig Pools doelpunt. Kozlowski met de actie. En zo in het verre hoekje geduwd door Bartosz Bialek. Komen El Kadiri en Veerman. Voor Uchik en Van Michum. Benamar richting Muren. Opgepikt door Oristanio en Scherpen met de redding. Het eerste echte gevaar na rust van Volendam. De eerste paal verlengd door Muren. Zo, richting het doel verlengd. Stap naar voren. Dat is best een aardige kop nog. Tronstad. Cornelissen. Mogelijk van Manhoef. Douiri. Oristanio. Glipt er twee keer langs. Zo, Cornelissen. Geel voor Enzo Cornelissen. Meer dan terecht een gele kaart. Oristanio ligt daar nog. Eerst ontwijkt die Flamingo. En dan is dit wel echt vol op de enkel bij Oristanio. Mirani. Heiting tegen Mirani aan. Douiri. Manhoef in zijn nek. Oristanio had iets heel moois in gedacht. Uiteindelijk komt de bal alsnog bij Veerman. Die probeert het dan zelf met zijn maatje Muren voor de goal. Die staat met handen op het hoofd. Van waarom geef je die bal niet? Dat is inderdaad wel een hoek. En zeker als je hem zo schiet, dat je Muren enigszins kan begrijpen dat hij graag die bal had gewild. Want die stond in een doelmond te wachten. Tronstad. Bialek. Aangetikt door El Kadiri. ...32 meter. Dat is een heel eind voor Baden-Frederiksen. Dat lijkt te gaan proberen. Baden-Frederiksen, een lastige stuit nog voor Stankovic. Kan er niet bij. Bero wel. Bero. En Baden-Frederiksen. Nu alsnog Manhoef. Net naast geschoten. Mooi balletje dit van Meulensteen. Jaapi. Achter Bero. Maar die is wel als eerste bij de bal. En dan met wat geluk voor de voeten van Manhoef.
Nou, dit is dan de testcase voor Volendam. Corner tegen. In blessuretijd. Met in ieder geval een punt op het spel. Witek. Meulensteen. En Stankovic. Dat was nog een aardige kans voor Vitesse. Marcus. Maar richting Buiting, maar die lange Mbayamba haalt veel weg daar. Flamingo. Buur. Veerman. Had daar misschien iets meer op safe kunnen spelen. Nu komt Vitesse nog een keer met Buiting die hem erin slingert. Die bal is diep en ver. Dat is een prooi voor Stankovic. De beste, denk ik, aan de Volendamse kant, Filip Stankovic. Zeker in de eerste helft. Hij mag nu de bal aan scheidsrechter Blank geven. Het blijft 1-1 bij Vitesse tegen Volendam. En daar zijn met name de fans en de spelers van Vitesse zo vermoed ik het meest teleurgesteld over. Want Letch zei het al, die airborne wedstrijd, die wil je en moet je eigenlijk winnen. Dat lukte niet. Ondanks een tweede helft waarin Vitesse het meest voor de overwinning ging nadat ze vroeg in die tweede helft op gelijke hoogte waren gekomen. Door het doelpunt van Bialek. Een Pools doelpunt, dat dan weer wel op deze speciale avond.